Het genocidemonument in de Armeense hoofdstad Yerevan. Jaarlijks wordt hier herdacht. In 2015 was die herdenking extra groot. Het was toen precies 100 jaar geleden dat de Armeense genocide was begonnen. Naar schatting 1 miljoen Armenen zijn in de jaren na 1915 vermoord. Turkije was toen nog onderdeel van het islamitische Ottomaanse Rijk. Ook in dit gebied woedde de Eerste Wereldoorlog. Verspreid over een deel van Turkije woonden in 1915 zo'n 2 miljoen Armeense christenen. Ottomaanse militairen begonnen met het executeren van Armenen die ze verdachten van heulen met de vijand. Daarna werden honderdduizenden Armeense mannen, vrouwen en kinderen de woestijn ingejaagd, waar ze omkwamen van honger en dorst. Je kunt je natuurlijk afvragen waarom nu nog strijd voeren over iets dat ruim 100 jaar geleden gebeurd is. Maar dan moet je niet vergeten dat de Armeense genocide dat volk gebroken heeft. Ik ben er wel eens geweest in Armenië. Het is een klein, arm en vooral ook heel trots land. Met een volk wat een enorm onrecht is aangedaan. en wat nu nog altijd op zoek is naar erkenning. Bij de grote herdenking in 2015 waren onder meer de Russische president Poetin en de Franse president Hollande. Nederland had toen geen regeringsvertegenwoordiger gestuurd. maar dit jaar dus wel bij de herdenking op 24 april.